Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe top 5 plays of the week hier op mijn kanaal Jurassic Game. Vandaag zijn we aangebroken bij week nummer 23 en we hebben vandaag weer echt gewoon een fantastische week voor jullie. Want we gaan gewoon langzaam beginnen op de nummer 5 spot, want op de nummer 5 spot staat Dutch Meat 2. En Dutch Meat 2 die speelt hier op de map breed, hij speelt Ground War. En je ziet rechts onderin dat hij een C4 op aanstaan. Dus hier gaat de in slow motion met zijn MSMC, gooit hij een C4 naar de enemy spawn toe. En in één keer, een 6 man multikill met zijn C4. Je ziet heel vaak wel gewoon multikill qua 4 man kill met C4, maar 6 man kill heb ik nog nooit gezien, dus daarom staat hij ook op de nummer 5 spot. En dan gaan we door naar de allereerste bonusclip. Want de allereerste bonusclip is van MC Big A1. En hij gooit deze throwing knife in All or Nothing op Modern Warfare 3. En in één keer, 3, 2, 1, klik, krijgt hij de killcam in All or Nothing, gewoon across the map. Hij gooit hem random naar die straat toe en iemand loopt er gewoon recht in. Prachtige final killcam. Ik zie het best wel vaak, maar om hem gewoon recht omhoog te gooien en dan opeens een kill ermee te krijgen, dat zie ik ook niet zo vaak. Dus gaan we door naar de nummer 4 spot. Want op de nummer 4 spot staat Joe Sandertje. En Joe Sandertje speelt hier League Play. En je ziet het, hij heeft de bom geplet. Hij loopt naar de bom toe, snijpt één ventje af, snijpt twee personen af. Doet hij eventjes een 360 tussendoor. Snijpt hij de derde persoon af en de vierde persoon voor de 4-man feed in League Play. Er zaten 3 personen te defusen of die wilden gaan defusen. Killde die allemaal, maakt hij er nog een 360 tussendoor ook. En in League Play is dat echt super moeilijk om te halen. Dan gaan we door naar de tweede bonusclip, want die is van Het Gejimpje. En Het Gejimpje, die wordt hier gekild door een Hellstorm. Maar niet gekild door de Hellstorm zelf, maar door een Hellstorm bullet die afwijkt van de normale Hellstorm. Het klinkt allemaal heel vaag, maar je ziet het hier een paar keer in theatermode. De kogel van een Hellstorm missile, die gaat opeens helemaal naar rechts. En die killt dus gewoon de persoon die daar in één keer spant. En dat moest Het Gejimpje zijn. Gaan we door naar de nummer 3 spot. Op de nummer 3 spot staat een persoon die zijn naam niet had achtergelaten. Dus ik weet ook niet wie het is. Maar hij speelt in hijjack met zijn PDW. En dan gooit hij een hunterkiller. En in één keer dit een multikill. Dan rent hij die span in. De enemies blijven gewoon voor hem spannen. Rent hij die span in. Pakt hij 1 kill met zijn PDW. Pakt hij er nog eentje op. En daarna rent hij terug. En ik dacht hier echt van: wat ga je doen, jongen? Wat ga je doen? Maar hij had een verrassing. Hij had een nieuwe hunterkiller. Gooit hij weer de enemy span in. Poeh, weer een multikill. 2 keer een multikill achter elkaar met zijn hunterkiller. Recht in de enemy span. En ik dacht eerst dus, wat is die aan het doen? Maar hij gooit een hunterkiller. Bam. Multikill. Gaan we door naar de derde bonusclip. Want de derde bonusclip is vandaag van Fires Unite. En dan gooit hij de nade in League Play. En dan moet je opletten wat er gebeurt. In één keer. Poeh, killt hij zichzelf met zijn eigen nade in League Play. Waardoor hij waarschijnlijk die ronde heeft verloren. En hij gooit hem gewoon tegen een stalen buis. En daardoor valt de nade recht naar beneden. In één keer. Bam. Recht op zijn eigen kop. Het zag er echt gewoon grappig uit. En dan gaan we snel weer door naar de nummer 2 spot. Want de nummer 2 spot is een hele lange clip. Maar wel echt gewoon een hele mooie clip. Hij is van Dissolve. Hier pakt hij zijn eerste quickscope. Tweede quickscope. Derde quickscope. Vierde hardscope in de enemy spawn. Gaat er eentje zijn richtpunt in. Een vijfde hardscope. En nog eens een killetje erachterna. Voor de 4-man feed in totaal. En natuurlijk gewoon een 6-man kill. Maar hij is nog niet klaar. Hij gaat nog eventjes door. En terwijl Dissolve doorgaat, wil ik jullie sowieso weer eventjes bedanken voor de likes op de vorige week. Als we deze week gewoon weer de 2000 likes kunnen halen, ben ik weer ontzettend blij. En Dissolve is zoals je kan zien nog niet klaar. Want dan pakt hij nog 2 kills op. En dan pakt hij zijn laatste kill. Waarna hij helaas wordt uitgeschakeld. Maar op het moment dat hij is uitgeschakeld, is hij ook nog niet klaar. Want hij spant gewoon weer in de Guardian in zijn eigen span. En moet je opletten. Gooit hij zijn lightning strike gewoon eventjes chill in één keer. 3, 2, 1. Single killetje en multikilletje erbij. En dan in één keer gooit hij zijn Hellstorm missile. In één keer. Bam. 6 man kill. Met zijn Hellstorm missile. Het zag er echt gewoon prachtig uit. Eerst die quickscopes, daarna die lightning strike. Daarna nog eens die Hellstorm erachteraan voor een weet ik van hoeveel feed. Maar dan gaan we door naar de laatste bonusclip. Moet je hier op de tijd letten. Want hij is namelijk van Matty Gamer. En hij speelt Sticks and Stones. Het gaat in super slow motion. Hij staat eerst op het moment. Hij staat dik eerst op het moment. Maar op 0,0 seconden gebeurt er iets. Let op, 0,0 seconden. Tomahawk. Poeh, in zijn kop. Waardoor hij gehumiliëerd wordt. En waardoor hij dit game dus niet heb gewonnen. Het was echt gewoon een dikke fout. Hij stond dik eerst. Hij stond volgens mij met 10 keer zoveel punten eerst of zo. En alsnog heeft hij gewoon het potje verloren op de laatste milliseconden. Maar dan gaan we door naar de nummer 1 spot. Want die is deze week weer van Skoker 100. En hij haalt hier een 8 man feed achter elkaar in de map nuked. En allemaal quickscopes. Nog een collateral eraan. Aan het einde voor de echt 8 man dikke feed. Met zijn ballista. Ik zelf krijg altijd hitmarks met de ballista. Dus daarom moest ik hem er sowieso in proppen. En een 8 man feed is gewoon speciaal. Want meestal haal je wel gewoon sniper kills. Alleen dan maken andere mensen weer hun kills. Waardoor je links onderin dus weer andere kills van andere mensen er tussendoor ziet staan. Maar hier komt alleen maar zijn naam onderin te staan. En ook achter elkaar allemaal quickscope in de enemy spawn. Daarom moest ik hem dus ook op de nummer 1 spot zetten. En daar is de top 5 plays of the week van week nummer 23 er alweer op, jongens. Mocht je nou hebben genoten, geef hem alsjeblieft een duimpje omhoog. Als we gewoon weer de 2000 duimpjes omhoog kunnen halen, ben ik er ontzettend blij. Ik weet dat we het makkelijk kunnen halen. Dus laat jezelf gewoon horen. Geef gewoon deze video een duimpje omhoog. Want het kost me namelijk enorm veel tijd om deze serie natuurlijk in elkaar te flunsen. En ik heb ook gewoon clips nodig om deze serie door te laten zetten, jongens. Dus mocht je nou een epic clip hebben, neem hem dan ten eerste gewoon op met je Elgato Game Capture, HD PVR, Rockshow Game Capture, Theatermode van Black Ops 2 of Modern Warfare 3. En upload hem daarna als verborgen naar YouTube. En als je hem eenmaal hebt
upload. Als we morgen naar YouTube, kan je mij gewoon een PM oftewel een private message sturen op YouTube. Met het onderwerp Top 5 Plays of the Week. Link naar je verborgen video erin. En dan zal ik hem bekijken en dan ook gewoon antwoorden op vrijdagmiddag. En daarnaast, als dat niet lukt via YouTube, kan je me ook altijd nog een e-mail sturen. Naar het e-mailadres jeraskigaming@hotmail.com. Onderwerp Top 5 Plays of the Week. Link erin naar je verborgen video. En dan antwoord ik ook gewoon vrijdagmiddag. Met een leuk antwoordje terug dat je bedankt voor je clip inzending. Ik heb ernaar gekeken. En misschien wel gedownload. En dan kan je dus ook gewoon in deze Top 5 Plays of the Week komen, jongens. Bedankt voor het kijken. Vergeet hem niet te liken. En tot de volgende keer. Bye bye.